Terug bij de Dutch IT-channel Security Talkshows. Mijn naam is Danny Friedman en in de komende 10 tot 12 minuten heb ik gesprek met Mark van Ierland en Justina Moesman. En waarom weer met TechData? TechData heeft de laatste tijd stilgestaan bij Security en alles wat er speelt rondom toepassingen in de markt. En Mark van Ierland gaat onze nieuwe business unit manager introduceren, Justina Moesman. Maar ik start uiteraard even bij Mark. Mark, goed je te zien. Leuk Danny. We zijn bijna elke week weer ergens live te vinden. Het begint een gewoonte te worden. <laughs> we, <laughs> we worden bekender en bekender. Dit thema dat iets blijven hangen aan ons en jou, tech data... en nu de ja. versnelling met de nieuwe business manager... Die we, net gaan, uh, die we zo gaan introduceren. Waarom is het voor jou zo belangrijk om nu toch die stap te maken... met de nieuwe business unit manager? Nou goed, we zijn natuurlijk stappen aan het maken. En uh, we hebben diverse sessies ook gehad over, over security ook, met jullie. Klopt. Ja. En uh, we willen door blijven ontwikkelen, ook richting de markt... richting een partner community... Dus ja, ik ben ontzettend blij dat ja. Justina er vandaag ook bij is. En uh, ja, kan iedereen kennis met haar uh, Goed. maken? Goed. Laten we haar snel introduceren. Justina, fijn dat je er bent. Uh, live in deze studio, zou jij je kort nog kunnen introduceren? Jazeker. Uh, Justina Moesman, uh, ik ben oorspronkelijk uit Polen. Uh, afgelopen acht jaar in Nederland, uh, waarvan zes jaar bezig met cybersecurity. En uh, sinds kort uh, ook uh, aanwezig als Security View Manager. Voor Nederland. Ja. En ik zal vandaag uh, switchen. switchen. Een beetje tussen ja. uh, Engels en Nederlands. Ik vind het fantastisch dat je hier bent. Uh, ook compliment aan Mark om uh, zo'n gedreven persoonlijkheid vandaag hier ook aan tafel te hebben. Justine, ik ga meteen direct even naar de inhoud als dat Phil het goed vindt. Want uh, we hebben het vandaag over een onderwerp. waar we het afgelopen maanden veel over gehad. met name over cybersecurity en security trends. Kan jij kort stilstaan bij die ontwikkeling die jij ziet vanuit jouw rol? Uh, sure, absolutely. Sure, yeah. yeah. <laughs> so switching to English right away. Um, you know, I think if if we are going to talk about trends, I could probably fill this whole interview just talking about. We that. could, yes, <laughs> yeah. But just to focus, maybe on a few that I think are very relevant for us uh, mm -hmm. today. Uh, first of all, what we are seeing is a major uh, consolidation in the market. Uh, it's happening at the vendor level, at distribution level, but uh, especially at the partner level. And this has a big impact on the technical knowledge of our mm -hmm. partners because mm -hmm. they are losing resources, they are losing skills during these consolidations, but mm -hmm. also they are finding themselves suddenly having a portfolio they can no longer manage. So they realize they need to make strategic choices mm -hmm. and really evaluate what is the portfolio that they want to move forward with. And that's where we as a distributor can certainly help to make these choices and, and advise them together with our vendors. Uh, next to that, what we are seeing is a major increase in cloud shift yeah, yeah. Uh, and, of course, remote working. Yeah. So, a lot, of, uh, a lot of that is happening at a higher speed than we have expected in the past. Mm -hmm. And you know, cyber criminals are seeing that as well and they are taking a huge advantage of yeah. it. So, we are seeing a major spike in malware, ransomware, yeah. phishing. These are the threats that are uh, present today mm -hmm. and they are getting more and more sophisticated. So, we are seeing these phishing attacks, for example, they are being more targeted, they are being smarter, mm -hmm. uh, they are uh, targeting different people in a different way. Yeah. Uh, we are seeing deep fakes. I mean, that's quite scary, Absolutely. You know, getting fished yeah. getting with a deepfake. So, I think everybody of us yeah. has heard. Karen from accounting. Ja. Getting a mail from a CEO asking her to pay an invoice. En uh, then it turns out that CEO was not a real CEO, ja. but an imposter. Ja. Ja. En dan toch even, ik, ga ook, ik merk ook dat ik gewoon Nederlands en Engels door elkaar spreek. En dat gaat gewoon helemaal goed komen. Je ziet het toch even over ransomware. Want uh, Mark en ik hebben daar ook veel over gesproken in onze eerdere talkshows. We zien daar een ongelooflijke groei ook in Nederland. In hoeverre staat Techdata klaar om ook haar partners te helpen juist met dat onderwerp? Uh, you know we have great solutions in fact we are actually now uh, positioning a uh, so-called click-to-run solutions mm -hmm. so we take several vendors together and we combine them in a pre-packaged solution that we can help our vendors implement because the reality of it is there is never a single solution that no. will solve all your problems in security no. so what we want to help is take the right yes. solutions that integrate and talk to each other to address These challenges ja. in the market. Ja. And that's something we can help our partners. Ja, en with. dat en momentum is nu, dus om die, om die manier die klanten te helpen, denk ik ongelooflijk momentum. Het security awareness programma, is ook een programma wat jullie hebben uitgerold. Mark, daar mag je zo even op aanvullen. Justine, ja. laat wel eens. Ik denk qua momentum, is dat een ontzettend belangrijk programma om te hebben. Kan je iets vertellen over dat programma? Juist, yes. so, as I just said about Karen from Accounting, yes. you know, getting those phishing emails, mails that's where security awareness is so important. En ik denk. What we see is a lot of companies still think about security awareness as a compliance check, mm -hmm. something they need to have, they will put in and they will do some trainings and it's done. Mm -hmm. But in reality, if you do security awareness the right way, you can lower your risks, your risk chances of getting phished or ransomed by as high as 70 percent in the first so, year of using yeah. the solution, which I think is a major chance for yeah. you, you know, to uh, improve your security yeah. uh, score. And if I can use a metaphor, you know, if you think uh, we are now in a flu season, mm -hmm. uh, we so are. Yeah. A lot of us will get sick, and then we will have to spend money on medication. Our employees are going to be impacted with productivity mm -hmm. because we want to be able to work. But what if we started to drink ginger tea every day and go out more for walks Defensive. to improve yeah, just, yeah. our immune system? Yeah. The same way security awareness implemented in a regular way yeah. as a program yeah. can help prevent. That we get infected. Yeah. And that's what Tech Data can help our partners with because we have a program that does exactly that. Yeah. We do regular phishing campaigns, uh, we can do training, we can do workshops, we can do banners, posters, marketing campaigns yeah. for the end user. And all that is prepackaged, white labeled for our partners to take. And we see that a lot of partners uh, hesitate about security awareness from the point of perspective that it is not a technical sell. Mm. They are used to, you know, yeah. having engineers that can do implementations and, and technical yeah. selling. But security awareness is so simple that an HR employee yeah. can, can, can manage, manage it. it yeah. So we want to take that burden from our partners and allow them to help their end yeah. customers lower the security risks at the same time by deploying, you know, this fairly simple, yeah. uh, very affordable program with with our Fantastic. Yeah. Mark, we had het er veel over Tech data is op dit moment ontkoers om trusted advisor te worden. In Nederland, het om cyberweerbaarheid en de ongelofelijke drive van Justine om dit waar te maken. Ja. Dit, ik, ik kan me niet anders voorstellen, Mark, dat dit een strategische pilaar is voor de komende jaren. Nou, absoluut, Danny. En uh, ik heb het wel eens eerder verteld, hè, rondom security, als je naar onze organisatie kijkt. We zijn eigenlijk al 20, 22 jaar actief met security. En ja. Justine noemt het even. We zien nu wel enorme spikes. En met name ook de omgevingen waarin we nu met security actief zijn... Ja, dat is enorm aan het veranderen. En dat ja. gaat enorm snel. En eh, ja, ik denk dat we daar een hele belangrijke rol voor de partnercommunity kunnen, kunnen spelen. Niet alleen met awareness, maar ook met de solutions die we kunnen, kunnen inbrengen. En ja. ja, er komen steeds meer partners eh, in aanraking met, eh, met de security practices. En eh, hebben die kennis ook nodig eh, om, om dat goed in te ja. vullen. Zie je dat ook, Mark, even, zo meteen ga ik weer terug naar jou, Justine, dat nu ook de, de vraag van de markt, ook vanuit partners naar jou toe en naar jullie organisatie, dat die ook op dit onderwerp aan het toenemen is, Mark. Dat ze ook hogere eisen aan het stellen zijn? Absoluut. Ja? Absoluut. Dus de eisen worden, worden groter. Maar ook, als ik zie eh, wat wij doen op het gebied van security awareness... en de training en dergelijke, wat daarbij komt... de hoeveelheid aanmeldingen en dergelijke, wat we daarin hebben... en ja. de programma's die we daar runnen... Ja, dan zie je echt dat dat een enorme vlucht aan het nemen is. En ja, je ziet het ook vandaag. De dag, hè? We hebben het laatst als mediamarkt nog in het ja. nieuws. Uh, we hebben ook een groot Brabants bedrijf, uh, VDL... Hè? De, 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 in de, ook de branche ja. uh, ook niet zo lang geleden gehad. Dus... Het is nog steeds aan de orde ja. van de dag dat uh, dat hele ransomware. Ja. en uh, ja dat uh, ja we hebben nog steeds niet in de gaten dat uh, ja dat security behoorlijk uh, ja. of de security behoorlijk op het de loer liggen is bijna ja. maatschappijontwichtend Mark als het bijna zo bijna wel ja. bijna wel en ja. we gaan er onbewust toch nog heel vaak vanuit dat het toch wel goed is ingeregeld. Ja. Uh, uh, en dat is niet geen praten, maar vaak uh, zijn zaken toch nog niet helemaal ja, goed ingegaan. Daar moeten we ons op, op, op voor eigenlijk organiseren. Ja. Ja. Justine, even terug naar, uh, naar jou. Uh, we hebben wat je net zei, vertelde even over het Security Awareness Programma. Maar ik weet ook dat, ook vanuit jouw rol, ook vanuit de rol van TechData, jullie ook. Partners help with helpen managed services. Can you me there about vertellen? Yes, uh, of course. So I think, you know, as a distributor, we always look how we can help automate and scale for mm -hmm. our partners. Mm -hmm. And that's why we, a couple of years ago, uh, started with implementing these managed services uh, that can really take away some burden from our partners. Mm -hmm. And uh, nowadays, we have managed next generation firewall, we've got vulnerability assessments, uh, uh, identity and access uh, as a service. But maybe an interesting one, which is a recent uh, addition to our portfolio, is a SOC as a service. Yes. Um, so uh, we see there is a lot of demand in the market from mid to large organization to have SOC uh, and SOC solution. But mm -hmm. if you think about it, the investment of time, resources, yep. and knowledge to actually build a soc is, is, is enormous yeah, yeah, so a yeah. lot of companies and partners simply cannot afford to build that by themselves uh, but thankfully we yep. have uh, yep. partnered with some with some great uh, vendors uh, that we can offer it as a package for Resellers who, let's say, have a managed service, mm -hmm. they are doing a lot of solutions, but they want to add SOC next to it. Yeah. For them, we can do it as a fully prepackaged white label package where we do installation, where we do the managed service. We have the platform yeah. with analysts behind it. All they do is take it, position to their yeah. customers. There might be also resellers who actually say, Well, we want to increase our profitability, we want to do installation ourselves. Mm -hmm. We can do that as well. Yeah. Or there might be ones who will say, yeah. we just want your analyst en your platform, but we doen do the management en yeah. we doen do the installation. We can do that as well. So whether you Klar, want yeah. to do it yourself, do it together with us, or we will do it for you, yeah. we are er voor our resellers. Maar Justina, eigenlijk wat je daarmee zegt, is dat je bijna vanuit je business unit een soort single one-stop-shop voor security awareness wordt en allerlei diensten daaromheen om maar die klant te ontzorgen. Hoe prachtig is dat? Yes, I, well, I hope... Uh, Our partners ja, that way. Nou, dat Volgens mij hebben we dat heel mooi opgebet. Mark, ik, dit zijn ongelooflijke krachtige elementen. En ik denk, als we uitzoomen, ook even naar de toch weer even terug naar Gardner van de afgelopen twee weken. Volgens mij is dit het hart van digitale transformatie. Absoluut, waar we het over hebben, toch? We hebben het al ja. vaker over gehad. Hè. En ik heb ook wel eens die vergelijking gemaakt in, in het verleden. Hè. Security partners die, die met name hè, uh, 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 heel specifiek met, met de Security Case in de markt bezig ja. waren. En het raakt nu overal: datacenters, cloud. Uh, dus we zien het overal remote werken, wat we net ja. al even noemde. Uh, op alle elementen raakt nu het security aspect aan. En ja, je ziet dat de kennis nog wel verdeeld is in de ja. markt. En uh, dat zie je bij de partner community. Maar ook de complexiteit. Hè? Want security is niet één product, één nee. oplossing, één technologie. Uh, het bestaat uit heel veel verschillende ja. elementen. En het is wel belangrijk dat we dat op de juiste manier in gaan, uh, gaan regelen. Ja. En uh, je hebt alle point solutions binnen het security landschap. Maar uiteindelijk, we noemen het ook wel eens een holistic view. He, dat we uiteindelijk wel zorgen dat al die verschillende omgevingen, dat die ook qua security, ja. niet alleen qua infrastructuur of qua, uh, uh, qua remote werk, dat, dat ook op het gebied van security, dat al die elementen goed aan elkaar ja. geconnect zijn. Zodat er nergens security nee. leakages uh, zijn in en, de, en daarmee heb je eigenlijk wordt dat gesprek aan tafel van jouw partner en de eindgebruiker steeds volwaardiger. Ja. Is dat ook waar de Practice Builder op ingaat, Mark? Is dat, ja, dat, is dat is de ook slag? Waar de, ja? ja, we hebben een, een programma opgestart op eigenlijk. We hebben Practice Builder een tijd geleden. Hè? En dat doen we niet alleen op security overigens. doen we ook op een aantal andere elementen. Maar we hebben er een aantal gedraaid al op security. En daarmee kunnen we eigenlijk partners die... Uh, een stap willen maken rondom security, uh, kunnen we daarin helpen. Maar ook bestaande partners die al op het gebied van security ja. actief zijn, ja. maar uh, bepaalde proposities verder willen, willen ontwikkelen, uh, kunnen we daarbij bij ondersteunen. En het is eigenlijk een, een programma wat we, wat we binnen de organisatie opzetten uh, richting de partner community. Uh, waarin we eigenlijk met die partner gaan kijken, jongens, wat, welke propositie Juist. hebben jullie nodig ja. richting jullie klanten? Ja. Hoe gaan we die gezamenlijk bouwen? Uh, en hoe gaan we daar ook een go-to-market aan koppelen? Dus er hangt ook een marketingapparaat, een, een salesapparaat aan vast. En dat zijn processen van enkele maanden, van, ja. van 90 dagen. En, en daar nemen we hand in hand eigenlijk het, de partner mee in, in dat traject. En, ja. uh, en helpen we eigenlijk om een goede propositie ja. naar die markt te krijgen. Ja, ik denk sowieso dat we hier in 2022 nog over verder moeten praten, Mark. Want ik denk juist die practice builder is ook de slag... waarmee je natuurlijk in die waardeketen die partner gaat helpen. Absoluut. Dus daar gaan we denk ik zeker nog over Dat hebben. is voor ons het belangrijkste. Hè? Die juist. ondersteuning van die partner exact. om succesvol te kunnen zijn. Ja. Uh, uh, dat is, en dat is Iedere keer anders. Ja. ja. En dat zit ook continu in ontwikkeling. Dus uh, Justina, je, zit, uh, je bent een paar weken geleden gestart met Techdata. Je zit feitelijk in je witte broodsweken. Waar kijk jij het meest naar uit de komende periode bij Techdata? ik uh, I would say uh, meeting our customers. Yeah. So I'm I'm definitely looking forward to uh, making those meetings and finding from them what is important for them. Yeah. Because I know the market from European perspective from my previous roles. But I have not worked with the Dutch market that close. Nee. So I'm really looking forward to finding that sweet spot for our partners and making sure that we, when we are on our journey, uh, we call it Security yeah. BU 2.0. Yeah. That we really take all, all their wishes in and we make sure that we transform in a way that will suit what they are requiring yeah. us. Het lijkt me ontzettend inspirerend om je volgend jaar hier nog een keer in de studio te hebben. Misschien een keer live, wie weet, maar ook om gewoon jou te volgen en ook jouw passie te volgen in de markt. Dus heel veel succes bij TechData En ik weet zeker tot snel. De markt was me genoeg. Ik weet nu al dat we elkaar snel gaan zien. Ja, absoluut. Dus uh, dit, dit wordt vervolgd. Nee, maar ik ben ook blij dat, we, dat Justina er vandaag bij was. Ja. Uh, uh, voor ons is Justina al een uh, bekendheid intern. Heerlijk. Qua kennis en kunde. Maar uh, ja, de markt gaat nu ook op, ja. op deze manier kennis met haar maken. Dus uh, ja, en de markt heeft vandaag een hele goede indruk van de gat. Dus fijn om te zien. Thank you. Justina Moesman van Techdata. Een nieuwe business unit manager security. We stonden al eerder stil met Mark van Eerland. Uiteraard over allerlei ontwikkelingen binnen Techdata. Want... De kracht van TechData is partners. Want op het moment dat we die partner kunnen ondersteunen, kan de partner zijn klant helpen. En Security is daar een drijvende kracht achter in het thema digitale transformatie. Dank voor het kijken en het luisteren. Mijn naam is Dennis Vriepan. Tot snel.